Ik ben Tom, ik ben 38 jaar, ik kom uit Mortsel. Ik steun dier en animaal omdat ik vind dat we een beetje de weg kwijt zijn als het gebied, op het gebied van de dieren aankomt. Ik vind het verschrikkelijk wat we ermee doen. En op het moment heb ik voor mezelf besloten dat ik daar ook niet meer wou aan deelnemen. En opkomen voor dierenrechten was eigenlijk het logische gevolg van die beslissing. En daarom steun ik Dier en Animaal, de Partij voor de Dieren in België. Mijn naam is Jessie Maas, ik ben 37 jaar en woon in Tisselt. Ik heb altijd een heel sterke connectie met dieren gevoeld en ik ben heel erg begaan met hun lot en hun welzijn. Mahatma Gandhi zei dat de beschaving van een maatschappij af te meten valt aan de manier waarop die maatschappij met haar dieren omgaat. Als ik dan onder andere kijk naar de undercoverbeelden die dierenrechtenactivisten nog niet zo lang geleden naar buiten hebben gebracht, dan denk ik dat we lang niet zo beschaafd zijn als we zelf denken. Elk dier dat lijdt is er één te veel en er lijden er nog heel veel. Daarom vind ik het noodzakelijk dat er een politieke partij voor dieren opgericht wordt die zich gaat bezighouden met het welzijn en de rechten van zij die dat zelf niet kunnen. Ik hoop en ik denk dat wij met Dier-Animaal belangrijke stappen gaan kunnen zetten in het proces om van elk dier een vrij en gelukkig dier te maken. Hallo allemaal, ik ben Lilith Witslefever, ik ben 23 jaar en ik woon in Brussel. Ik steun Dier en Animaal omdat ik zeer verdrietig word van hoe dat er vandaag de dag met dieren wordt omgegaan. Vooral ook in de veeteelt. Dieren verdienen respect, net als de mens en als de natuur. We moeten er zijn voor elkaar en elkaar geen pijn doen. Mijn naam is Constance Adonis, ik ben 36 jaar oud. Van Chileense afkomst. Ik woon nu in Tervuur. Ik heb altijd in Brussel gewoond. Ik vind dat er een dierenpartij in België moest komen, zoals het al het geval is in meer dan 15 landen in Europa. Opdat mensen die van de dieren, van de mensen en van de planeet houden, voor een partij kunnen stemmen die voor deze waarde echt opkomt. Mijn naam is Peter Vragen, ik ben 56 jaar, ik woon in Schaarbeek. De manier waarop wij vandaag de dieren in onze samenleving behandelen, vind ik intriest en totaal onverantwoord. Het is een fenomeen waar de toekomstige generaties waarschijnlijk met een mengeling van onbegrip en van afkeer zullen op terugkijken. Ik zet vandaag dan ook mee mijn schouders onder het project Dier-Animaal, omdat ik vind dat het hoog tijd is dat er in alle parlementen mensen komen zitten die zich fulltime met de belangen van de dieren gaan bezighouden. Om dieren de erkenning en de bescherming te geven die ze verdienen. En om op het vlak van menselijkheid, landbouw, voeding en milieu die keuzes te maken die de echte belangrijke keuzes zijn voor deze 21ste eeuw. Voor meer ethiek, voor meer compassie en voor meer durf. En voor een overheid die de juiste signalen geeft in belang van iedereen. Ik nodig dan ook iedereen uit met gezond verstand en met hart op de juiste plaats om deel te nemen aan ons project.